Michael van der Vleuten, van harte gefeliciteerd met jouw eerste Nederlandse kampioenschapstitel bij de springruiter senioren. En dat op een wei waar je vroeger als kind heel veel gespeeld moet hebben. Ja, inderdaad. Ik heb hier 25 jaar gewoond. We zijn sinds vorig jaar verhuisd naar twee dorpjes verderop in Zomeren. Dus ik heb een goede band met de medewerkers, met het bestuur hier van Mierlo. En het was ons, dus dan praat ik over mij en mijn vader, eigenlijk nog nooit gelukt in het verleden. En ja, daar hebben we allemaal op gehoopt. En natuurlijk veel mensen die hier achter je staan. En ja, met een topbeestje wat ik hier met VDL Groep Eureka, die geweldig gestreden heeft tot de laatste sprong. Ja, dat is hartstikke mooi als je een keer beloond wordt met de Nederlandse titel. Ja, en het publiek beloonde jullie ook, want ze bleven en masse op de tribune staan om de ererondes mee te maken. Dat moet toch wel heel bijzonder zijn. Ja, goed, ik denk net wat ik zeg, ik denk dat toch veel mensen achter me gestaan hebben hier. Ik heb ook de huldiging van de Olympische Spelen nog hier in Mierlo in het dorp gehad. Dus ik zeg net, ja, dat geeft je een fijn gevoel als er ook voor die prijsuitreiking nog iedereen blijft zitten. Ja, dat is toch een mooi moment, doet je wel iets, ja. Als je terugkijkt op het Nederlands kampioenschap, een goed gereden jacht, perfect gereden tweede parcours. Ja, en nu een sublieme twee marges stellende derde wedstrijd. Met een enorm vechtlustige schimmel. Ja, ongelooflijk. Ze doet heel het jaar door ongelooflijk haar best. En de laatste tijd sprong ze ook qua vermogen best makkelijk over. Dus dat was ook de reden dat ik eigenlijk dit jaar een keer voor haar gekozen heb. Daarbij is ze best snel van nature. Wat natuurlijk een voordeel is voor het jacht springen de eerste dag. En toen bleef ik ook vrij veel aansluiting houden met de winnaar van dat moment. En ja, daarbij heb ik die andere dagen de lijn schoon kunnen houden. En tot aan de laatste ronde. En ja, goed, dat was voldoende voor de overwinning. Als we nu even een paar dagen teruggaan, dan zitten we in Lyon, wereldbekerfinale, waar je zesde werd. Geef je dat als ruiter ook de zekerheid dat je het echt kunt? Oké, dat ik het kan, dat gevoel had ik. Maar je bent wel weer met twee andere paarden aan start. En dan nog, ik bedoel, als je zelf in vorm bent en je paard is in vorm, dan moet je nog, ik bedoel, dan kan het nog dat eens een keer niet helemaal volgens plan loopt. Of dat je toevallig eentje heel lichtjes aanraakt en die valt. En ik moet ook allemaal een beetje op zijn plaats willen vallen. Vorige week heeft me natuurlijk wel een goed gevoel gegeven met de zesde plaats in Lyon. Daardoor zit je goed in je vel. Maar nogmaals, je bent weer in een andere omstandigheid aan het werk met andere paarden. Dus, en ik weet hoe snel je vorm kan veranderen in de paardensport. Dus iedere dag weer scherp blijven en proberen geen fouten te maken. Heel veel succes en hou de flow waar je nu in zit vooral vast. Ja, dan gaan we weer aan werken. Dankjewel.